Welkom terug. Onze zeetong, onze Noordzeetong, is een ongelooflijke culinaire vis. En dat ga ik nu in het tweede deel van Meesterlijke Klassiekers bewijzen. We hebben hier een zeetong liggen. Een mooi exemplaar. We gaan dat fileren, maar we gaan dat in één keer doorfileren. Dus dat we twee filets hebben die aan elkaar gaan hangen. Normaal gezien beginnen we met te fileren vanop het midden van de rug. Nu gaan we langs de zijkant beginnen. We nemen onze zeetong, een fileermes, en dan beginnen we hier mooi op de graad in te snijden. Dus hier komen we in feite op de ruggengraat, het middenstuk. Nu even strekken aan het filet en dan moet je er gewoon over de graad. Dan kun je zien, dan heb je twee filets die mooi in elkaar hangen. Dus het voordeel als je een dubbele tong wilt, een dubbele zeetong op elkaar, ja, dan blijft die ook aan elkaar. Anders gaat die beginnen opkrullen. En nu blijft die mooi samen. Dus een totaal andere techniek, maar ja, even leuk dan de vier aparte filetjes. Gaan we nu mee doen, hier de zijgraadjes nog afsnijden. Nu gaan we die gewoon toevouwen. En dat is het voordeel, die tong blijft aan elkaar hangen. Dus nu gaan we dat gewoon toevouwen. En dan nu kruiden, peperzout. En dan plaatsen we dat in een vacuümzak met een beetje boter. Dat gaan we nu vacuümeren. We gaan dat vacuüm trekken. Dan gaan we in een warm waterbad garen. 7 minuutjes, 53 graden. Zo, hier gaat de tong nu in het warm waterbad, de runner. 7 minuutjes op 53 graden. Als je geen warm waterbad hebt, is het een alternatief. Neem een schone ovenschotel, leg je zeetongen daarin. Een beetje boter, klein beetje vocht. En dan onder eventueel aluminiumfolie. En zo dan in de oven laten garen. We gaan er een panade op doen. Een panade met nootjes, en parmesan en boter. Een panade, daar moet altijd boter en broodcrème in. Dan kun je daar alles gaan in doen wat je wilt. Je kunt daar kruiden in doen. Wij hebben nu met nootjes en parmesan gewerkt. 50 gram pijnboompitten. Pijnboompitten zijn al voorhand geroosterd. Doe er nog bij. 50 gram hazelnoten. En die twee die gaan we eerst al een klein beetje fijn malen. Wat komt daar nu nog bij? Panko, dus ons gedroogd broodcrème. Ook 50 gram. Veel chefs gebruiken liever panko, het Japanse paneermeel, omdat dat iets luchtiger, iets harder is van structuur. Zeker als je gaat frituren, blijft dat ja, krokanter. Daardoor is het leuker om mee te werken. Met gewoon paneermeel wordt het rap papperig. 50 gram parmesan. Dat is echt fijn geraste, verse parmesan. En ook nog 50 gram boter. Die hebben we al afgewogen. Die snijden we in blokjes. En die doen we daar ook bij. En nu gaan we dat gewoon verder malen. Tot we in feite één gladde massa krijgen. Uit, je laat ze afkoelen, je kunt daar stukjes, brokjes, je kunt er alles mee doen wat je wilt. Je legt dat dan op je stukje vis, of eventueel iets anders. Dat gratineert dat mooi, je vis droogt ook niet uit. Dat is het grote voordeel daarvan. Plus, je panade wordt mooi croustillant. En dat is zo een korstje dat je krijgt op je stukje vis. We gaan dat gewoon tussen. Klein beetje papier, je mag ook tussen aluminiumfolie doen. Gaan we dat klein beetje plat walsen. Om dan straks die panade op de zeetong te leggen. En zo kunnen we dat dan mooi gratineren. Neem je een deegrol. Het is heel belangrijk dat je mooi egaal rolt. Niet hier beginnen duwen. En nee, je moet gewoon de deegrol zijn werk laten doen.
Dan krijg je een mooi egaal stuk panade. Nu gaan we dat even in de frigo plaatsen. Gaat die boter hard worden. En kunnen we dat snijden zoals dat we willen. Wat komt daar nu nog bij? Een duxelle van champignons. Duxelle wil dat zeggen fijn gesneden champignonnetjes. Gewone witte Parijse champignon. Die gaan we fijn snijden en die gaan we opstoven met een shallotje. Nu, eerst schijfjes, dan reepjes en dan blokjes. Een duxelle is iets super klassiek, maar ja, toch wel lekker. Die champignonnetjes fijn gesneden. Ja, dat moesten we al doen toen ik op de hotelschool zat. Dat is toch al enkele jaren geleden. Maar het blijft iets lekker. Als je dat dan combineert met een beetje kruid, met een beetje garnalen. Een goede Parijse champignon blijft lekker. Die gaan we nu wel direct aanstoven. Als we dat laten liggen, worden ze zwart. En dat kan niet. Dus we nemen een pannetje. We doen daar een beetje boter in. En die boter even smelten. En dan gaan we eerst een shallotje aanstoven. Ik heb hier een shallotje ook fijn gesneden. Even fijn als die brunoise. De shallotjes erbij. Eventjes laten opstoven. Nu komen de champignonnetjes erbij. En kruiden we dat direct met peper en zout. En gaan nu ook zien, op 2 minuutjes is dat klaar. Even opstoven. En zo kun je dat dan klaarzetten om straks ons gerecht af te werken. Maar je moet ze direct opstoven of ze worden zwart. Zoals de champignonnetjes zijn nu gaar. Hier gaan we dan nog juist een klein beetje garnaaltjes bij doen. En that's it. Nu onze tweede groentegarnituur, dat is prei. Ik heb er al een beetje prei gesneden. Gewoon ronde schijven prei gesneden. Die gaan we gewoon garen. Peperzout, boter, een klein beetje water. Prei is een groente die zeer vlug gaart. Laat dat niet te lang garen. Eenmaal dat juist goed opgekookt heeft, laat dat gerust staan. Als dat nog enkele minuutjes staat, is die prei zo gaar. Dat moet nog een klein beetje al dente zijn. Ik heb hier enkele gereinigde, gekuiste bouchonmosseltjes. Daar doen we juist een beetje peper bij, geen zout. Laat hem even opkomen op het vuur, totdat ze open gaan en dan zijn ze klaar. Want ze moeten nog een klein beetje zo half rauw zijn. Als dat te ver gekookt is, is dat niet lekker. Hier voor die bereiding hebben we de mosselen puur natuur gemaakt. Gewoon een beetje peper daarbij. Het is ook geen maaltijdmossel waar je selderen en ajuin moet aan toevoegen. Dit is gewoon even op het vuur, zonder boter, gewoon de mosseltjes erin en peper, dat we een pure jus ook hebben van onze mosselen die we gaan gebruiken dan voor onze saus. Een deel van de mosseltjes halen we uit de schelp om op het bord te leggen en dan laten we er ook nog enkele in de schelp, hetgeen dan leuk is als garnituur op het bord. De jus van de mosseltjes die houden we bij, want die hebben we zo dadelijk nodig om onze peterseliecoulis aan te maken. Voor de peterseliecoulis, wat hebben we nodig? Geplukte bladpeterselie, zonder de stengels, enkel de blaadjes. Die gaan we nu in kokend gezouten water even laten opkomen. Direct in ijskoud water leggen, dat ze mooi groen blijven. En dan gaan we daar onze coulis van maken. En dan gaan we dat gaan mixen samen met het mosselsap, een scheutje room, peper en zout. Ondertussen is onze vis klaar. Die gaan we uithalen. Zo. Onze zetong, die is mooi samengebleven. En daar gaan we nu onze panade opleggen. Daar gaan we nu een mooie plak snijden, even groot,
dat er mooi overkomt. Met die overschotjes, geen paniek. Laat die gewoon een klein beetje op kamertemperatuur komen. En je kunt die terug rollen. Je kunt met toe wat je wilt. Hier zit nu onze panade daar mooi over. We gaan eerst in drie snijden. Omdat we drie mooie gelijke stukjes hebben. Niet panikeren dat dat een klein beetje scheurt. Straks gaat dat terug mooi toesmelten. Eenmaal dat die panade gaat gratineren, smelt alles weer mooi samen. Dus onze tong is nog warm. Ziet de panade is al lichtjes aan het smelten op die tong. En nu plaatsen we dat onder een grill. Dat is hier een salamander, je kunt ook in de grill van de oven. En dan gaat je zien dat dat mooi, die panade gaat erover smelten en gaat lichtjes croustillant worden. Panade wordt wel het meest gebruikt bij vis, maar kan ook perfect gebruikt worden bij een stuk vlees. Hè. Dat kan ook. Hè. Zo. Onze panade is nu mooi gekorst. En nu het enige dat we moeten doen, dat is onze garnituurtjes afwerken. Dus onze garnalen, we gaan die mengen in onze duxelle. Dan heb je de smaak van garnalen en champignons samen. Garnaaltjes, duxelle. En dan doen we daarbij nog een klein beetje fijn gehakte peterselie. Juist, lichtjes opwarmen. Niet meer koken, anders worden garnalen echt zo rubberachtig. En dat kan niet. Dan heb ik nog enkele van die uitjes. Die gaan we juist in een klein beetje boter opwarmen met een klein beetje water. Een beetje peper en zout. En even laten warm worden en meer moet je daar niet aan doen. Zo, hier hebben we nog onze uitjes. Alles is klaar. We kunnen nu overgaan tot het afwerken van ons bord. Dan hebben we onze prei. Ringetjes die erbij komen. Onze duxelle van champignons. Daar gaan we nog enkele garnaaltjes bijleggen. Die mooie. Hier nog enkele mosseltjes. Die er mooi bij kunnen. Onze uitjes. Daar toen af met enkele kres. Enkele blaadjes erbij. En dan rest ons alleen nog onze saus. Gewoon daar een beetje tussen dresseren. Zo, onze culinaire versie van de edele zeetong, anders gebracht, met mosseltjes, garnaaltjes, gepaneerd, gegaard op lage temperatuur. Ja, zowel het culinaire recept, het vernieuwende recept, als de gewone sommelier, de klassieke zeetong. Ja, de recepten van de twee kun je nalezen op jan.tv. Tot binnenkort.